In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. De vers van vandaag is een vers die eigenlijk van heel veel mensen een favoriet is. En dat is niet gek. Ik zal de vers voorlezen en dan zal je snappen waarom. Het is een vers en die staat in het allereerste Bijbelboek, in Genesis. En staat in hoofdstuk 39 en het is vers 2. En deze vers luidt: de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En dit is een vers waarvan je zou kunnen denken, maar waarom is dat een favoriete vers van veel mensen? Maar dit is een vers die je heel erg op jezelf kan toepassen. Dus als jij je eigen naam daarin zet, dan kan je denken van: de Heere was met Pietje, dus Pietje was een voorspoedig mens. Of de Heere was met Marietje en Marietje was een voorspoedig mens. Dus het is heel fijn, want je kan hem heel persoonlijk maken. En ik wil jullie eigenlijk meenemen naar de tijd van toen en naar Jozef en wie die persoon nou eigenlijk was. Jozef was een jonge man met een heleboel broers. Hij had 11 broers. En hij was de op één na jongste. En Jozef was iemand die best wel verwend was, want hij was het lievelingetje van zijn vader. Hij was verwend en hij kreeg mooie spullen en zijn broers waren allemaal een beetje jaloers op hem. Totdat ze hem voor op een dag uit jaloezie in een put hebben gegooid en later hebben verkocht aan slavenhandelaren. Je zou denken dat Jozef in al die omstandigheden heel boos zou kunnen worden op God. Van: waarom overkomt mij dit en waarom ben ik zo en waarom zoekt niemand mij en waarom houdt niemand van mij? En al die vragen waarmee je misschien zelf ook wel eens hebt gezeten. Waarom moet dit mij overkomen en waarom is dat zo? Terwijl hij gewend was dat er eigenlijk altijd een heel veel drukte om hem werd gemaakt. Hij was speciaal en hij was knap en hij was jong en hij was sterk en hij was eigenlijk het lievelingetje. Dat is interessant aan Jozef. Jozef heeft dat niet gedaan. Wat Jozef heeft gedaan, hij was natuurlijk wel verdrietig, maar hij is eigenlijk nooit van God afgeweken. Dus hij werd verkocht aan de slaven en hij bleef God altijd in zijn achterhoofd houden. En eigenlijk niet eens alleen in zijn achterhoofd, maar eigenlijk in zijn hele leven. Dus in het verhaal van Jozef, toen hij uiteindelijk was verkocht aan een meneer die Potifar heette, toen, omdat hij altijd in de buurt was van God en God zo belangrijk was in zijn leven, staat er dus in de Bijbel: God was met Jozef, dus hij was een voorspoedig man. Dat betekende dat hij veel succes kreeg in het huishouden van die Potifar en steeds opklom tot de hoogste functie die hij kon krijgen. Jozef was dus iemand die heel erg de aandacht trok. In het huis van Potifar trok hij ook de aandacht van de vrouw van Potifar. En die wilde allemaal slechte dingen met hem doen. En toen Jozef dat weigerde om God niet boos te maken, toen heeft ze eigenlijk ervoor gezorgd dat hij in de gevangenis kwam. Als je het verhaal gedetailleerd wil weten, dan lees je Genesis 39. Maar uiteindelijk kwam Jozef dus terecht in de gevangenis. En eigenlijk bleef hij daar hetzelfde doen. Hij bleef God het belangrijkste vinden in zijn leven. En hij bleef God altijd op de eerste plek zetten. Zo erg eigenlijk dat iedereen dat aan hem merkte. Dus net als Potifar dat aan hem had gemerkt, dat hij speciaal was en dat hij de aandacht trok omdat God hem hielp, deed hij dat ook in de gevangenis. Dus de gevangenisbewaarder die merkte: dit is niet zomaar een gevangene, dit is iemand die kracht heeft en macht heeft gekregen van bovenaf. Dit is een speciaal persoon. En het mooie daaraan is dat in vers 21, dus we hebben net gezegd vers 2, maar dit is dus veel later in het verhaal, in vers 21 wordt eigenlijk precies hetzelfde gezegd. De Heere was met Jozef. En dat is eigenlijk heel erg mooi. Dus omdat Jozef altijd met de Heere was, was de Heere ook altijd met Jozef. Dus het is een relatie en hij gaat twee kanten op. Ik kan wel van God verwachten dat hij altijd bij me is, en dat is hij ook. Maar daar moet ik ook altijd voor bij God willen zijn. Dus eigenlijk heeft Jozef het hier goed aangepakt. Hij heeft bedacht: ik wil altijd bij God zijn, dus God verliet hem ook niet. God is er ook zo voor ons allemaal. Hij wil er op die manier zijn voor jou, voor mij, voor Pietje en Marietje, zoals hij er voor Jozef was. Maar dat betekent wel dat ik God die plek moet geven in mijn leven. Dat iedereen daaraan dan kan zien dat ik voorspoedig ben, omdat hij in mijn leven is. En niet omdat ik dat op eigen kracht heb gedaan. Want als Jozef heel erg depressief en verdrietig was geweest en niks meer en boos was geworden op God, dan was God ook niet zo zichtbaar geweest in zijn leven. En dat komt niet omdat God dat niet wilde, maar dat komt omdat Jozef dat niet opzocht. Dus we moeten er eigenlijk voor onszelf
over nadenken. Waar heb ik God staan in mijn leven? En heb ik hem op de juiste plek? Dus eigenlijk staat dezelfde vers 2 keer in Genesis 39, in vers 2 en in vers 21. En daar staat, de Heere was met Jozef. En in vers 2 staat er dan, hij was een voorspoedig man. En in vers 21 staat, hij bewees hem zijn goedertierenheid. Dus hij bewees hem dat hij bij hem was en dat alles goed zou komen. Dus wat leren we hiervan? De Heere was met Jozef, maar Jozef was ook met de Heere. En ik hoop dat we dat allemaal ook kunnen of ook zouden willen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.